gaan advocaten, officieren van justitie en rechters dan vandaag naar die rechtszaak? Want die zaak is er. Het is een beladen zaak, met name gezien de recente gebeurtenissen. Ik denk dat iedereen daar ook tijd voor nodig heeft om dat even te verwerken. Van hoe moeten we nu verder? Nou, met wat voor gevoel zou je dan nu naar zo'n rechtszaak gaan? Als ik daar persoonlijk naartoe zou gaan, dan zou ik dat met lood in de schoenen doen. Met lood in de schoenen, maar wel belangrijk om toch te gaan. Life goes on, zeggen ze dan. Maar het is echt wel zo ingrijpend iets dat gewoon een collega, omdat hij zijn werk doet, wordt geliquideerd. Dat heeft wel even tijd nodig om in te dalen.